Een bijzonder goed bewaard perkament van de 15e eeuw komt vanaf vandaag in de handen van de gemeente Mol. Het document bevat ongeveer 120 familienamen van toenmalige Mollenaars en tal van lokale plaatsaanduidingen. De Kamer voor Heemkunde schenkt het aangekochte perkament aan het Rijksarchief, die daar wettelijk de eigenaar van is. Wij hebben als Rijksarchief, wij zijn een federale wetenschappelijke instelling en dus in die zin vertegenwoordigen wij de federale overheid. En we hebben net 20 jaar geleden met de gemeente Mol een akkoord gesloten waarbij alle oude archieven van Mol ook in Mol worden bewaard verder. Het stuk dat nu verworven is door de Kamer van Heemkunde, dat gerestitueerd is aan de Belgische overheid, komt dus in het gemeentearchief van Mol terecht en daar hoort het eigenlijk dan ook thuis. En ik ben dan voorzichtig en ik hou zeker nog een slag om de arm, ik zou zeggen, laat het ons dateren rond 1400. Want als ik die begin, I zie, die initiaal, dan zeg ik dat is eerder 15e eeuws dan 14e eeuws. Voor zover dat je dat echt kunt dateren daarop. Hè. Daar is meer studie voor nodig. Nu, het is een seinsrol. Wat is een seinsrol? Seinsen, hier staat erfroggen die toebehoren aan de tafel van de Heilige Geest. Een seinsrol is eigenlijk een lijst van de belastingen die op bepaalde goederen rusten, die door de bezitter, door de gebruiker van dat goed, moeten betaald worden. In dit geval aan de tafel van de Heilige Geest. Voor wie niet bekend is met die instelling, dat is eigenlijk de verre voorloper van het OCMW. De tafel van de Heilige Geest stond in voor de armenzorg in de middeleeuwen en ook daarna. Wordt daarom ook wel armentafel geheten. Dus hier vinden we eigenlijk een mooie opsomming van wat zij allemaal moeten krijgen, van welke mensen en op welke goederen dat die rogge dan moet geïnd worden. Ik neem dit document met graagte aan, maar niet luidens het contract, want dat staat daar niet met zoveel woorden in, maar in uitvoering verder van onze overeenkomst, meneer de burgemeester, overhandig ik het document graag. En je krijgt mijn handschoenen als je het wilt vastnemen. Allee, het zijn de Jozen handschoenen. om het aan het gemeentearchief in bewaring te geven. Ik neem aan dat dit ook een stukje verdere studie zal vergen. Omdat, en dat is ook de reden dat mij mateloos interesseert, ik krijg soms van schoolkinderen van het vierde leerjaar wel eens moeilijke vragen. En een van die vragen die ze mij stellen, is: meneer de burgemeester, hoe oud is Mol nu? En ik verwacht daar bij u nog heel veel hulp, want als we zo'n geschiedenis terugkrijgen, dan moet ik altijd nadenken, Mol, ja, wat is Mol, in welke vorm, over welk Mol spreken we? En ik moet zeggen, die kinderen van dat vierde leerjaar hebben mij al zeer regelmatig met die vraag geconfronteerd en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar probeer zo goed als mogelijk op te antwoorden, maar zo zeggen, over dan dat in, dat hebben we begrepen. Maar in elk geval, dat geeft maar aan dat we alle dagen moeten bijleren. Dit is weer iets dat heel wat leerstof kan bieden en heel oprecht voor het principe. Is het nu heel belangrijk voor de gemeente of voor het OCMW? Voor beiden. Het is Mols erfgoed, dus het is voor de gemeente heel belangrijk. Maar de tekst gaat eigenlijk over een voorloper van het OCMW. Dus eigenlijk voor een stukje de start van het OCMW in Mol. En dus is het ook belangrijk voor het OCMW. En wat vindt de gemeente er zelf van? Ja, we zijn heel content, heel blij. Dus dat we die tekst hebben. We zijn heel blij dat de mensen van de Kamer van Heemkunde die tekst gevonden hebben, ook gekocht hebben, geschonken hebben aan het Rijksarchief. Maar dat, vooral, we zijn ook heel content dat die tekst toch in Mol zal blijven. Nu, wat is eigenlijk het belangrijkste nu van heel die lange retoriek die daarop staat? Het belangrijkste is voor mij eigenlijk van, ja, hoe werkte dat systeem vroeger? Mensen stierven, gaven een erfenis, vaak aan de kerk, dat die gronden werden bewonnen. En met dat geld dat dat opbracht, werd eigenlijk aan een soort van OCMW gedaan. Dus gans dat mechanisme, die voorloper van het OCMW, dat vind ik toch heel relevant. En ook het feit natuurlijk dat er heel wat Molse namen in zitten, zowel plaatsnamen als namen van mensen, maakt het eigenlijk zeer interessant. Wat voor ons belangrijk is, dat we het nu hebben.
En dat we nu kunnen zien wat er eigenlijk in staat. Want het gaat dus eigenlijk over Molse mensen. We hebben oudere dingen in huis. Die gaan over de abdij van Possel, over de benoeming van een nieuwe abt of weet ik veel wat. Maar dit gaat over uw vader, over uw bedovergrootvader en over die van mij. Dus het gaat over Mol, over mensen van Mol. En dat is zo fijn. Nu, de verantwoordelijke van het Rijksarchief die hier is, heeft een 60 puntjes opgelijst ongeveer. Wat gaat je daar nog allemaal mee doen? Wij gaan daarmee puzzelen. Dus nu gaan we zoeken, wie is die Zannen, vinden we die terug, kunnen we die plaatsen? De plaatsnamen die ze vernoemen, Ezaard, Stokt, Sluze, Overlaar, die hebben we allemaal, die kennen we, dat weten we wat dat is. Dat zijn namen die nu nog altijd gebruikt worden. En ook de familienamen. En die moeten we gewoon gaan zoeken. Er staat erin, de zoon van een stalknecht wordt er ergens genoemd. Ja, nu wordt het echt puzzelwerk. En wat staat er nu op het programma in eerste instantie? We gaan het moeten laten... Is laten bekijken, want er is wel wat onderhoudswerk aan, die restauratie, onderhoudswerk. Er is een klein scheurtje in, er zijn gespecialiseerde firma's die dat perfect onder handen kunnen nemen. En dan is de vraag van, hoe bewaar je zoiets? De andere documenten die we hebben, die zijn A3 formaat groot. Dus die zitten is mooi opgespannen, wordt allemaal in labo's gedaan. Wordt dan bewaard in zuurvrije dozen, maar deze meter 37 of 47 lang. Dus zo'n lange doos hebben we niet. Dus waarschijnlijk moet het opgerold blijven, maar dat gaan we aan experten overlaten. Nu, ik heb gezien dat je al een werkdocument hebt overhandigd. Daar komt nog werk na dan? Daar komt nog heel wat werk na, want dat werkdocument is ook nog niet helemaal af. Er zijn een paar passages die wat moeilijker te lezen zijn. Daar zal ultraviolette belichting moeten bij te pas komen. En dan begint het eigenlijk pas, dan weten we wat er staat, maar dan moeten we dat nog allemaal gaan interpreteren en identificeren en proberen die mensen, want dat staat chockvol namen van personen en ook van plaatsen, zien nog te kaderen in andere documenten en noem maar op. Dus er is nog flink wat onderzoek mee te doen. Ik zou zeggen, met dank aan het Rijksarchief dan. Dat ook, maar het Rijksarchief speelt zijn rol in deze, die moet gespeeld worden. Maar het is vooral dank aan de mensen van Mol dat zij zo alert gereageerd hebben en ook de moeite gedaan hebben om ons daar meteen van op de hoogte te brengen. Dat is voor iedereen voordelig geweest in zeker opzicht. En het is vooral goed dat zo'n uniek en waardevol document niet in privéhanden blijft waar het alle risico op vernietiging of verloren gaan loopt, maar wel degelijk in een openbaar archiefdepot waar het door iedereen kan bekeken en bestudeerd worden. Dat is uiteindelijk de bedoeling.